We ondernemen een trip van ongeveer 320 kilometer vanuit de provincie Konkan naar de provincie Bungkaan, aan de grens met Laos. De trap naar de hemel bij Wat Phu Thok is de buitengewone prestatie van Ayan Juan in zijn reis naar spirituele verlichting. De trap bestaat uit een uitgebreide collectie houten vlonders en ladders die een vreemde donkere rots opklimmen via 7 niveaus die symbool staan voor de 7 boeddhistische stappen op weg naar verlichting. De wandelpaden rondom de rots bieden een spectaculair uitzicht over de Isaanse vlakte. Het zware werk van de bouw van de trap werd door de eerbiedwaardige monnik aanzien als een vorm van meditatie op zich. Het creëren van elk niveau is een verdere persoonlijke stap op weg naar het nirvana daarbuiten. De eerste 3 levels voeren je omhoog door een spectaculair bos, diepe dalen en grote tropische bomen. Niveau 4 neemt je mee door een passage binnen de rots en niveau 5 brengt je in een grot versierd met Boeddha-beelden, waar pelgrims kunnen overnachten. Level 5 en 6 zorgt voor een wirwar van trappen. Je moet er over steunwortels van machtige bomen klauteren. Een regelrechte boetedoening. Het 7e niveau is de top van de rots, die men net als het boeddhisme alleen moet afronden. Toen nu ik niet op de kaal ben, ik heb het gevoel dat ik de JD heb. Voor een man onbevreesd door hoogte is de dood van Ayan Juan eerder bizar te noemen. 20 jaar geleden verloor hij het leven tijdens een vliegtuigongeluk op weg naar Bangkok, waar hij de verjaardag van de koningin wou vieren.